Stem regionaal, dat is een beetje een soort van campagne aan het worden. Ja. Waarom? Goed ja, idee, meer mensen naar Den Haag vanuit de regio? Ja, je zou kunnen zeggen dat wij nu als omroep ook een soort van politieke voorkeurscampagne aan het voeren zijn. En dan niet op politieke stroming. Dat zou wat maar, zijn. Dat zou wat zijn, inderdaad. Maar op het feit dat wij vinden dat er meer mensen uit onze regio in de Tweede Kamer moeten komen. Want laten we er maar even naar kijken. Als je het nu ziet, 150 Kamerleden zijn er, 150 zetels. Onze provincie heeft een goede miljoen inwoners. En we hebben nu maar 6 zetels. En dat zou op basis van het miljoen ten opzichte van de rest van Nederland eigenlijk 10 zetels moeten zijn. Kortom, wij worden, vinden we dan zelf, niet goed vertegenwoordigd. In ieder geval werk niet aan de winkel dus. Werk aan de winkel, ja, want we hebben hier natuurlijk gewoon regionale onderwerpen. Of het nou het afvalwater van de NAM gaat, dat de grond in wordt gepompt, de windmolens of de bereikbaarheid, noem maar de N35. Dat vraagt wel om mensen die ook weten hoe het gebied eruit ziet en wat de mensen daar willen. Ja, dus dat moet, daar moeten meer mensen naartoe. Ja, ik heb ook een... Het gebeurt ook wel eens, toch? Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die met voorkeur stemmen wel Den Haag halen. Ja, nou, het laatste mooie voorbeeld is Pieter Omtzigt. En die komt ook gelijk naar voren in het volgende filmpje om te laten zien hoe dat dan werkt met die voorkeurstemmen. We kunnen met bijna 13 miljoen mensen stemmen. In 2002 hebben we dat met bijna 9,5 miljoen gedaan. En als je die 9,5 miljoen dan deelt door die 150 zetels, want zoveel zetels heb je in de Tweede Kamer. We hebben alvast het CDA als voorbeeld erbij gezet. Dan kom je op een goede 60.000 stemmen die je nodig hebt om één zetel te krijgen in de Tweede Kamer. Maar bij een voorkeurstem heb je het iets makkelijker, zou je kunnen zeggen. CDA kreeg dus 13 zetels overigens. Ja. En één van die zetels werd niet door die nummer 13 ingenomen, maar door Pieter Omtzigt. Want die staat op 39 en die kreeg maar liefst, ik geloof, bijna 38.000 stemmen. Zo. Dus Pieter Omtzigt die mocht vanaf die plek 39 met voorkeurstemmen de Kamer in. Nou, bijna 37.000. Ik zat er iets naast. En eigenlijk had hij maar met 25% van die kiesdelen van die ruim 60.000, dus 15.000 stemmen, had hij het ook al gehaald. Dus hij heeft heel veel extra stemmen gekregen. Dus je zou kunnen zeggen, alle regionale kandidaten op die cijfers dan van 4-5 jaar geleden, die zeg maar goede 15.000, 16.000 voorkeurstemmen krijgen, die gaan met die voorkeurstemmen de Tweede Kamer in. Ja, zaak dus om te weten welke mensen uit de regio eigenlijk op de lijsten staan. Ja. Hoe komen mensen daarachter? Nou, uiteraard bij ons op de website kijken. rtvoost.nl, Stem Overijssel hebben we dat genoemd. Daar geven we zoveel mogelijk informatie op van al die regionale kandidaten. Want hoeveel zijn het er eigenlijk? In totaal, nou volgens mij een... 41. Hoeveel? Een dikke 40. Dikke 40, ja. Ik heb ze niet zo op mijn netvlies staan, maar het zijn er heel veel. Ja. En sommige partijen hebben ze vrij hoog staan. Pieter Omtzigt, om maar wat te noemen, die staat op nummer 4. Dat is volgens mij de hoogst geclasseerde Overijsselaar. Je hebt ook de lijst duwers. Die gaan natuurlijk niet serieus de Kamer in. Maar je hebt ook wel mensen die wel tegen... Ja, tenzij ze met voorkeurstemmen erin komen natuurlijk. Ja, maar dan zouden ze nog wel eens nee kunnen zeggen. Want ze zijn vaak natuurlijk niet voor niks lijst duwen. Maar goed, onze inzet is, laten we eens kijken naar regionale onderwerpen. En wat de regionale mensen daarover te zeggen hebben. Ja, het is natuurlijk campagnetijd. Dus we hebben nog even een krappe maand. Het VO gaat zelf ook nog debatten organiseren, de 7e en de 9e geloof ik. Ja. En verder hebben ze daar ook alle tijd voor om daar langs te komen toch? Want het is verkiezingsreces. Ja, ze hebben volgens mij vanaf nu vakantie tot de verkiezingen. Maar je kunt natuurlijk geen vakantie zeggen. Nee. Want volgens mij is er geen drukkere tijd voor een kandidaat Kamerlid om als deze tijd. Nu moet hij het land in, nu moet hij zich presenteren. Kijk, en je zou kunnen zeggen dat types als Pieter Omtzigt het juist makkelijker hebben. Want ja, als je op 4 staat bij het CDA, kom je er wel in. Maar als je op 30 staat bij de VVD, ik noem maar wat willekeurigs. Ja. Dan moet je aan de bak. Ja, goed. We gaan het allemaal volgen. Dankjewel, Hans. Alsjeblieft.